Wie bouwt het grootste vreugdevuur van Nederland? Twee buurten in Den Haag strijden daar al jaren om. Met honderden houten pellets bouwen ze enorme torens op het strand. De jeugdsnelbeurs ging langs. Dit is de tafel van Duindorp en wij gaan winnen. Dit is de tafel van Scheveningen en wij gaan dit jaar winnen. Nou, echt niet. Tuurlijk. Nou, echt niet. Ja, de spanning is om te snijden in Den Haag. Beide buurten willen maar één ding: winnen. De winnaar krijgt er dan weer een ster bij op zijn trui. We hebben 4 sterren, we hebben 4 jaar op rij de stapel hoogste gemaakt. En dit jaar gaan we weer winnen. Ik vind het altijd best wel een leuke strijd, het is altijd best wel gezellig hier. Vorig jaar bouwde Duindorp de hoogste houtstapel. Dit zijn beelden van toen. Om 12 uur 's nachts tijdens Oud en Nieuw worden de stapels in brand gestoken om het begin van het nieuwe jaar te vieren. Het is gewoon traditie geworden, gewoon dat Scheveningen en Duindorp tegen elkaar zijn. Wel tijdens de dagen dat we aan het bouwen zijn, ja. En ik heb ook af en toe een beetje ruzie in de klas omdat ik voor Duindorp ben en de andere kinderen zijn voor Scheveningen. Juist omdat we tegen elkaar doen dat we dan harder gaan bouwen, omdat dan toch wel een strijd is wie er dan eerst zeg maar het hoogste heeft. Ze hebben niet echt ruzie, maar het is omdat ze het leuk vinden om te stapelen. Dit jaar is de afspraak dat ze niet hoger mogen stapelen dan 35 meter. Anders wordt het ook te gevaarlijk. Als je iets hoger gaat, denk, kan die instorten of kan die vallen. Het was eerst wie het hoogste kwam, alleen nu is het een bepaalde afstand en dan gewoon niet hoger als 35 meter. Dus nu was het weer wie als eerste klaar was. Daar denken ze in Duindorp anders over. Dat is niet waar, want we kunnen ook nog winnen. Ze zeggen dat Scheveningen al heeft gewonnen, maar dat is helemaal niet zo. Want zaterdag wordt pas de echte uitslag om 4 uur. We hebben nog niet officieel gewonnen, morgen om 4 uur is de meting. Maar we waren nu al eerder klaar, dus we wisten al dat we hadden gewonnen. En wie heeft dan bepaald dat jullie hebben gewonnen? Nou, we waren eerder klaar, dus wij zelf. Het blijft dus nog even spannend wie officieel de hoogste stapel heeft en wint. Succes, Duindorp! Jullie ook, Scheveningen!